Barbecue! Met die zomer in zijn bol. Barbecue! Barbecue! Barbecue everybody! Laat je lekker gaan, hoera, de barbecue staat aan. Lekkere vuurtjes. Hey Job, Daily Driver, seizoen 3. Seizoen 2 was wel dik hoor. Seizoen 2 was dik, afgesloten met TechArt. Ja. Een mooi kijkje in de fabriek. Mensen vonden dat ook leuk om te zien. Ja, dat snap ik. Is ook echt leuk. Zo word je verliefd op een merk. Precies. En jij weet dat ik verliefd ben op Engelse auto's. Jij weet dat ik McLaren, ja, echt heel erg wijs vind. En waar kan je beter zijn dan bij Lauwman? Voor McLaren, toch? Het meest iconische gebouw van Nederland, denk ik. Langs de A2. Hier verongeluk ik ongeveer 3 keer per week. Omdat ik hier altijd naar binnen zit te kijken. En jullie mogen soms kiezen wat we gaan rijden. Maar deze man is zo irritant op de app, jongen. Job McLaren, Job McLaren, Job McLaren. Nou ja. Dan gaan we dat doen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar waar beginnen we mee, Job? We beginnen bij de Sport Series. En dan het neefje van deze. De 600 LT. Oftewel, we beginnen meteen keihard weer. Zoals je eigenlijk gewend bent. McLaren Oranje, dat is toch wel mijn ding hoor. Het moet poppen. Bij dit merk mag dat. Ze zijn zo lekker bezig jongens, McLaren. Ze zijn zo lekker bezig. En jij gaat zien hoe ze dat doen. Ja, Alcantara petje. Hop, hop, hop. Ga even naar beneden, stap in en gas geven. Ik ga die LT vast even een beetje inrijden. Wacht even joh. Wat mooi is. Ze hebben 3. Sport, Super en Ultimate. Ultimate heb ik ook geregeld. Maar dat weet je helemaal niet. Tering dik. We beginnen bij het begin, de Sport Series. 600 LT. LT staat voor longtail. Ja. En staat eigenlijk bij McLaren voor knoepertje hard en porno. Ja. Dat is eigenlijk longtail. Alle delen carbon, diffusers voor, achter. Mooie spoiler, die miste ik eigenlijk wel op mijn McLaren. Daar heb ik lang over nagedacht om daar zo'n Novitec spoiler op te doen. Maar ik moet zeggen, het maakt hem wel af aan de achterkant. De oranje details vind ik ook vet. Ja, maakt hem af. Het mooiste vind ik, de gimmick, is dit. Dit is gewoon je barbecue. Daar komt vuur uit. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. De uitlaten aan de bovenkant. Wat? Barbecue? Ken je dat liedje niet? Thijs, start dat liedje even in. Start het liedje even in. Barbecue. Barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue, barbecue. Ja, dit is echt een hit. Dit is een hit hoor. Ik denk, ik verzin het te plakken. Ik denk, je weet niet meer wat je moet zeggen. Nee, barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Nou, die houden we erin. Top. Even serieus. Oké. Okay. Ja, jullie weten, bij mijn McLaren heb ik race uitlaten op laten zetten, alles open, alles, omdat het te weinig beleving gaf. Nou ja. Deze is 670? Ja, 600 pk. Alleen op een gegeven moment maakt 100 pk meer of minder voor beleving en zo ook. Ja, het is niet meer een heel verschil. Dit is wel iets waar ik echt naar uitkijk. Ik word er een beetje zenuwachtig van. Zullen we goed instappen? Het beste nieuws van vandaag is misschien wel voor jullie, niet voor mij, maar is dat Jay lekker gaat rijden ook. Hoppa, ja, ik heb mijn appartement weggetekend net. Atski day.
Alcantara ook lekker, hetzelfde als mijn petje. Echt wat. Weet je wel, het is vandaag gewoon... Heb je Alcantara op je pet? Ja, Alcantara op mijn pet. Ja, geef het een cijfer, Jay. Ja, geef het een cijfer. Geef het een cijfer, moet je nou kijken. Dat ga je toch geen cijfer geven? Dit lijkt een muntje dat je in een winkelwagentje doet bij de Albert Heijn. Moet je kijken, dat middenstuk. Ja, dat heeft Lauwman wel goed gedaan. Die hebben er in ieder geval een leren hoesje omheen gedaan. Dat is echt nog het beste van de hele sleutel en het hoort er niet eens bij. Ja, het voelt heel vertrouwd gewoon. Het is de neef van de 75S. S. Eigenlijk is het gewoon een lijpe familie. En dit is een beetje, weet je wel, iedereen in de familie heeft wel zo'n lijpo. Ja, iedereen heeft een lijpe broer of een neef. Iedereen heeft die oom die veel te dronken wordt op een verjaardag waarvan je denkt, fuck, die klootzak is er weer. Maar hij is wel heel gezellig, want het is een hele saaie verjaardag. Maar door hem wordt het ineens super gezellig. Ja. Dat je denkt, dat is mijn lijpe oom. Lijpe oom Jan is er ook. Ja, tatoeages. Tatoeages. Dit is je lijpe oom. De man die binnen een uurtje een kratje bier wegtikt alsof het niks is. Ja. De pindas door de kamer heen gooit. Ja. Je neefje even op zijn achterhoofd slaat omdat hij vervelend is. Ja, dan ligt er zo'n schaal met kaasjes en dan ligt er nog één kaasje. Niemand pakt die. Maar hij wel. Maar oom Jan wel. Hij pakt hem. Oom Jan eet ook, als er van die vleesstokjes zijn, alleen de augurken er vanaf. Precies. Die flikkert die stokjes ook terug in de schaal. Ja. Oom Jan, als je zit te kijken, we houden dus van jou. Ja. Oom Jan eet ook de hele dag niet en dan komt hij op de verjaardag en dan eet hij daar. Ja. Ik ben heel benieuwd naar deze auto. Ik ken hem natuurlijk. De baas ken ik natuurlijk ontzettend goed. Die stoelen alleen al, man. Maar die kuip hier gewoon. Oh. Hoppa. Dit zijn geen geintjes. Maar jij hebt deze dus gekocht omdat het een nieuw merk is dat zich sterk ontwikkelt. Ja. Wat eigenlijk elk jaar alleen maar meer vooruit gaat. En waarvan iedereen nu denkt, nou, misschien moeten we er toch wel bang van worden. Ja, het is echt niet bij te houden, denk ik. Het is, vind ik, ook het grootste nadeel van het merk. Ja. Omdat zij zo snel gaan met productie en zo snel nieuwe auto's maken. Als je er een hebt gekocht, voor je het weet is die weer oud, is er weer een nieuw type. Je wilt toch altijd weer het nieuwste en het beste. Het is een beetje als een mobiele telefoon. Als ik dit al hoor, dan word je afgelopen. Het is zo dik. Die uitlaat, hij glijdt ook. Ja, hij gaat in alle versnellingen gaat hij. Het is echt, zo'n auto wordt ook echt een handschoentje. Ik ken de mijne blind. Heel veel kilometers mee gereden, ook in de bergen, et cetera natuurlijk. Maar zo'n auto geeft zoveel terug aan jou. Maar wat geeft deze auto terug dan? Wordt die helemaal eigen? Jij zegt het wordt een handschoen, je kent hem door en door. Ja, je weet, lekker, hè? Je weet gewoon wanneer wat gebeurt, wanneer komen die turbo's erin. De turbo's zijn onderin te lui, vind ik, dus dit. Maar in één keer komt het. Dat ga je leren in de bochten, je gaat hem leren wegzetten. Deze auto praat gewoon heel goed met jou. Hoe het met hem gaat, wat hij wil, waar zijn grens ligt. En dat opzoeken in deze auto is zo makkelijk. En er komt een tunnel. De uitlaatjes zitten hierachter. Ik heb het dak open. Het is Nederland, dus sommige mensen gaan lachen en sommige mensen gaan dit doen. Hè? Ja. Maar wij houden het van ons hebben. Dit is lekker hoor. Knallen jongen! Ik voel het in mijn buik. Mijn zintuigen kunnen het bijna niet aan. Het geluid, de snelheid. Ook. Hij is wel stevig, maar hij daagt je wel uit. Het is gewoon... Deze auto zegt de hele tijd, kom dan. Ja, kom dan. Doe dan. Durf je toch niet? Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld zo'n knal en zo'n fluit, je voelt het ook in die stoel. Hè? Ja. Je zit op niks, stoelen uit de Senna. Dus je voelt die trilling, je voelt die knal. Het is gewoon pure spanning, deze auto. Dus je moet hem echt, wat we in die tunnel hebben, lekker hoog in zijn toeren houden. En dan is het echt, het is oom Jan, die wel niet helemaal, hij is wel helemaal afgetraind, ja. Hij is 100 kilo lichter
dan waar hij vanaf stamt. Hij is een beetje traag, maar als hij er zin in heeft, dan heeft hij er zin in. Ja, hij is 96 kilo lichter dan waar hij vandaan komt. Dan de 75, ja. Ja. 300.000 euro. Ja, meer dan 300.000 euro. Ja, met opties. Ja, sportseries, dus het is... Maar dit, James, besef even, dit is wel een lijpe versie van de instapversie van McLaren. Ja. Dus je zit... En bijvoorbeeld een GT2 RS van Porsche is de... Is de bovenkant. De top. Ja. En dit is dan... Ja. Dit is gewoon nog oké voor McLaren. Dit is een lijpe baby gewoon eigenlijk voor hem. Deze auto is ook leuk, want hij is niet gelimiteerd. Dus het is niet dat er 500 van worden gemaakt of wat dan ook. Maar hij wordt maar een jaar gemaakt. Dus je kan tot oktober, mocht je er een willen, tot oktober dit jaar bestellen. En daarna niet dat meer. Mee. Dus hoeveel er dan gemaakt zijn, zoveel zijn er dan gemaakt. Dus in zekere zin gelimiteerd, in zekere zin ook weer niet. Maar het is natuurlijk wel grappig. Je moet een beetje snel zijn, want er komt alweer iets nieuws. Snap je wat ik bedoel? Word jij hier nog steeds vrolijk van? Dit is onverslavend. Ik denk dat hij wel bijna net zo snel is als die van mij, hoor. Ja? Het scheelt toch 100 pk? Ja, hij scheelt dik 100 pk, maar... Ja, de mijne is iets feller onderin, hoor. Je hart, hè? Ik hou ervan. Ja, ik ook, maar het is niet iets waarvan je denkt, ik ga voor comfort. Ik heb een drukke dag op het werk gehad, ik rijd hier naar huis en ik kom rustig aan. Nee, je komt met een glimlach aan, maar je komt niet rustig aan. Nee, je hebt daarna niet zin om nog even met je vrouw gezellig te doen. Ik denk dat je al een klap al hebt gehad. Ja. Ik denk dat je vrouw gaat vragen hoe je aan al die blauwe plekken komt. Ja, die is bang dat je weer vreemd bent gegaan. Maar nee, gaan we weer door de tunnel? Kak! Die deuren open doen is al vet. Mannen, dat is goed jongens. Trekt mensen aan, hè? Ja, deze auto trekt mensen aan. Nou, kijk hoe soepel wij hierin glijden. Oh man, ik ben kapot al. Ik denk dat ik hem iets te ver naar voren heb gezet. Iets te enthousiast. Ja, ik ben iets te enthousiast. Hij staat jou goed, hoor. Ja, maar... Mooi zo die kuip om jou heen. Hij voelt ook lekker, zeg. Wat was dat? Jezus, die had ik even niet. Je hebt wel gelijk. Het duurt even voordat hij gaat. Ja, hè? Je denkt, komt er nog iets? Je denkt, komt en dan denk je, oh fuck. Ik denk dat je dagelijks in dit soort auto's moet rijden om daar echt een mening over te kunnen vormen. Ja. Hoeveel kilometer zal ik in totaal in supercars hebben gereden of in de goede auto's? Wat 100? Nee, niet eens 100. Ja. Dat doe jij in de middag. Ja, korte stukjes elke keer. Normaal doen we alleen het raam open, maar het gaat dus ook op deze manier. Jongens, dit is de eerste... Ja, in de McLaren-serie. Er komen er dus meer. Mijn adrenaline zit ergens tot achter in mijn schedel. Het is wel lekker, hè? Echt zo'n dik ding, jongen. Kijk hoe je hier zit gewoon. Kijk hoe gezellig. Wij hier gewoon lekker knus, samen aan het genieten. Lekker met z'n tweeën over het Alcantara heen wrijven. Zag je die vlam in de tunnel?
Ja? Wauw. Hey, maar als, dit als, daily, als we dit als daily driver zouden hebben, zou het natuurlijk nooit gaan. Kinderen kunnen niet mee. Als je aankomt bij school, denkt iedereen, ja, wat ben je aan het doen? Het is absoluut geen daily driver. Nee, dit moet erbij. Laat ons even weten in de comments welk cijfer jij deze auto zou geven, van 1 tot 10. Laat ons gewoon weten. Laat ook even in de comments weten welke auto's jullie nog meer willen zien. Hey, want Daily Driver gaat gewoon door. En het wordt alleen maar gekker en het wordt alleen maar beter. Ga even naar www.day1lifestyle, want we hebben een nieuwe nieuwsbrief. Daar komen extra foto's in, extra filmpjes, extra content die je niet ziet op het YouTube-kanaal. Volg Job op Instagram. We hebben ook een Day1lifestyle Instagram. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Daily Driver. Je maakt ons blij als je ons laat weten in welke auto's wij moeten rijden. Toch, Job? Zeker weten. Ik denk wel dat deze outro langer is dan heel de video aan zich. Dit was de langste outro in de geschiedenis van Day1lifestyle. Sowieso. Hoppa.